Oh, deze moet dan ook hier. Met betrekking tot die ook. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag donderdag en ik ben vandaag ietsjes later opgestaan. Het was namelijk 9 uur toen ik opstond. Dat had ik gisteravond al met mezelf afgesproken, want ik had de laatste 2 dagen een beetje last van hoofdpijn. Dus, en ik ben gisteravond ook weer gewoon iets te laat gaan slapen. Dus dat ga ik morgen even niet doen. Maar goed, het is vandaag donderdag. En ik moet nog best wel wat dingen doen. Ik ga soms een heel veel to-do-listje maken met alles wat ik moet doen. Ik moet nog iets opnemen voor een campagne. Ik moet nog een video opnemen. Ik moet nog een video verzinnen voor dit weekend. Best wel wat. Ik wil nog editen. Morgen ga ik naar Carlijn. En daar heb ik echt heel veel zin in, want die heb ik alweer heel erg lang niet gezien. En Carlijn is in de tussentijd verhuisd. Morgen gaan we heel even kijken naar een nieuw huisje. En dan komt volgens mij daarna naar mij toe. En dan gaan we gewoon lekker samen eten en bijkletsen en doen. Dus daar heb ik heel veel zin in. We gaan er wat van maken vandaag. Het is super mooi weer. Ik ga koffie zetten. En de muziek aanzetten. En lekker de ochtend beginnen. Milan. Kijk eens. Je bent even brood aan het smeren. Wat is het dan? Milan is echt zo'n typische nerd. Helemaal. Die je ook altijd ziet in tekenfilms. Echt zo'n nerd. Een nerd. Kijk wat ik aan heb. Hoe kan je nou nerd zijn als je er zo uitziet? Door die bril. Oh. Die vond ik in de la, dus ik dacht ik doe hem op. Ja. Dat is mijn Flying Tiger bril. Maar ik zie serieus gewoon beter door deze, hè? Nee, dat meen je toch niet? Ja. Meen je het echt? Ja, ik vind het echt. En dan zou ik toch echt mijn keer je oog laten opmeten. Nee, dit is toch alleen gewoon dat je het dichterbij kan zien? Nee, dit is voor veraf. Echt? Ja, die bril is voor veraf, dat is min. Oh nee, je gaat verder weg, ga je? Ja, maar word ik scherper? Dat is de vraag. Nee, je wordt niet scherper. Ja, maar ik zie dingen van dichtbij zie ik ook goed. Alleen voor veraf niet. En dan moet ik zeg maar naar buiten kijken of zo. Naar waar moet ik naar kijken? Ja, naar buiten of zo. Of zo, naar waarheen dan? Wat ja. Zie jij bijvoorbeeld ons scherm? Ja, de hele brug bijvoorbeeld. Nee, die wordt nu alleen maar waziger. Oh, dan is het goed. Oh, en Pip? Van? Wil Pip ook de bril op? Jij ook de bril? Nee, ik vind Pip niet leuk. Volgens mij niet, nee. Volgens mij ook niet. Oh, ze wordt een beetje bang. Mag de bril! Jij neemt de bril! Oh, als ik zo kijk, dan besef ik echt wel wat een mooi huis we eigenlijk hebben. Ik vond ons huis echt leuk. Oké, ik ben net de hele tijd bezig geweest. Want zoals ik jullie laatst vertelde, hebben wij nogal overal een beetje een bende. En moeten wij een aantal dingen opruimen. Maar ik heb net de hele berging opgeruimd. En die ziet er nou zo uit. Ik heb deze kasten gedaan trouwens hoor. Want ik zie nou dat het hier ook nog wel echt een bende is. Maar hier kom ik dan minder vaak. Dus dat interesseert me minder. Dit is Pips hoekje. Hier lag normaal altijd haar zak met brokken. Maar die heb ik hier neergezet. Dat kan ik ook makkelijker bij de brokjes. Nou goed, drinken, koffers, bla. Hier hebben we ongezonde dingen. Dus snoep en chips en bla. Nou, daar ook. Hier hebben we allemaal dingen. Oh, deze moet dan ook hier. Met betrekking tot... Die ook. Met betrekking tot avondeten, zoals soep... Staat hier dan aardappelen, wereldgerechten, allemaal van dat soort dingetjes. Dan hebben we hier boven allemaal sausen en kruiden. Pasta, nog meer sausen, drinken, soepdingen, van alles wat. Deze hoort hier dan weer niet, zie ik nu. Hier hebben we alle bakdingen. Dus taart mixen, cake mixen en ontbijtdingen. Ontbijtgranen, crackers, cornflakes, etcetera. Dus deze moet ook hier. Hoppatee. Hieronder hebben we dan de warme dranken. Dus warm chocolademelk, thee, alles voor de Dolce Gusto, kuppensoep dingen. Dat hebben we hier allemaal staan. En dan hebben we hier beneden hebben we daar vaatwasdingen, wasmiddel, wasverzachter, dingen om mee schoon te maken. We hebben echt in de aanbieding best wel groot ingeslagen. Maandverband, tampons, al die dingen. Vitamines.
medicijnen, diarreeremmers, paracetamol, bladibladibla. Dus dit heb ik helemaal net helemaal opgeruimd en uitgesorteerd. En ik ben blij dat het nu weer netjes is. En ik was het stiekem een beetje vergeten. Maar ik kreeg een mailtje vanochtend van mijn accountant. Van, hey Jill, ik kom vanmiddag langs. Zou je me dit en dit nog even kunnen sturen? En gelukkig heb ik geen andere afspraken vandaag. Maar ik was het eigenlijk vergeten. Maar die is op het moment hier. Die heeft eerst een afspraak met Milan. Milan en ik hebben dezelfde accountant. En daarna heb ik ook nog een afspraak met hem. Oh, en dat zijn allemaal zakelijke dingen en daar ben ik nooit zo van. Maar goed, ook dat moet gebeuren. Dus dat ga ik zo meteen doen. En ik denk dat ik daarna de keukenkastje ga opruimen. Oké, ik heb net gesprek gehad met mijn accountant. Dat is helemaal afgerond en weer klaar. En oh, ik heb altijd zo'n hekel aan die cijferdingetjes en zo. Dat vind ik echt een nadeel aan zelfstandig ondernemer zijn. Maar ik heb dus de keukenkastje opgeruimd zoals je kon zien. En ik zal even laten zien wat uiteindelijk het resultaat is geworden. Oké, we hebben hier een la. Ik weet niet hoeveel aanstekers en ook hoeveel er allemaal aankomen. Maar goed, ze liggen in ieder geval hier. Een vleesmes van de Albert Heijn. Ik moet eigenlijk nog heel veel een messenblok aanschaffen. Want dit is eigenlijk het enige goede mes wat wij nog hebben. Dan zitten hierin gewoon wat dingetjes. Hierin zit een extra SD-kaart. Hier liggen nog extra SD-kaartje. Paracetamols. Die kopjes voor mijn statieven. Die liggen hier eigenlijk ook altijd in. Nou, daar heb ik een zilverfolie. Heet het zo? Volgens mij wel. Een zilverfolie. Bakpapier. Ja, zo'n flexibele. Een overhandschoen en een pannenlap. Die en twee opladers. En dan heb ik hier thee, koffie, kruiden. Hier heb ik dan wat groentepotjes en zo. Ik weet nog niet echt wat ik hier doe. Misschien dat ik dit wel wat meer ga vullen met groentepotjes. Honing. Dit is zo lekker. Deze heb ik toen een keer van mijn zus gekregen. Dit zijn allemaal verschillende soorten suikers. En dingen. Kaneel en Irish cream. En dit is allemaal voor over de cappuccino. Dus dat is heel erg lekker. Dan kun je cappuccino een extra smaakje geven. Dat is deze lade. En hier hebben we dan alle ontbijtdingetjes. Dingen voor op brood, beschuit, havermout. Snackjacks, dropjes heb ik hier. En koekjes. Deze is ook best wel leeg eigenlijk. En hier heb ik, dit heb ik ook helemaal opgeruimd en gesorteerd. Zodat ik beter bij de pannen kan. De placemats liggen nu voor het gewoon dat je ze zo kunt pakken. De pannen zijn ook handig om te pakken. Ik heb er geen woord voor. Maar in ieder geval, dit helemaal netjes. Dus ik ben er echt super blij mee. En het scheelt toch een hoop als je ze lekker hebt opgeruimd. Want dan is het allemaal gewoon weer klaar en schoon. En kun je het allemaal beter pakken. Want over ongeveer een half uurtje worden onze boodschappen bezorgd. En dan kan ik het tenminste ook goed gaan inladen. In die tussentijd ga ik nu even editen. En vanavond is Expeditie Robinson. En ik ben zo benieuwd. Dus daar heb ik heel veel zin in. Pip is helemaal gek geworden. Ze is aan het spelen. Gaat goed. Waar ben je nou? Oh, daar. Daar ben je. Ik ben echt aan het editen en ik hoor alleen maar om me heen gerend. Dit. Oh, ze is helemaal gek. Oké, wij eten vandaag echt super simpel, maar wel heel erg lekker. Tomatensoep met broodje knakworst. Milan heeft champignonsoep, maar ook met een broodje knakworst. Ik had hier ineens heel veel zin in, Milan ook, dus dat komt goed uit. Wij gaan hier lekker van genieten en daarna op de bank ploffen, want ik heb alles van mijn to-do-lijstje gedaan. Dus ik ben tevreden. Oh. Ik zit Expedition Robinson aan het kijken. Ondertussen heb ik geschenk in mijn mond. Oh. En ik heb zo'n zwak voor Barto. Ik vind het zo'n lieve, schattige man. Ik heb ooit één keer gefigureerd op goede tijden, slechte tijden. Misschien dat sommigen van jullie dat weten, misschien ook niet. Het is echt al een aantal jaar geleden. Toen zat ik in de Koning en toen was Barto er ook. Die speelt natuurlijk Jeff in goede tijden, slechte tijden. En het was toen ook al zo'n lieve man. En ik kijk dan naar Expeditie Robinson en als zo'n proef dan fout gaat en hij viel van dat bord af in het water, dan denk ik alleen maar... Oh, ik zou hem zo graag gewoon willen knuffelen. Ik heb dan echt inderdaad gewoon zo'n brok in mijn keel. Ik vind het, ja, ik weet niet. Dat doet me echt gewoon heel erg veel.
Dus. En ik hoop natuurlijk stiekem dat Anna gaat winnen. Dus ik hoop ook dat ze er deze ronde weer door is. Maar ik weet nu nog niks. En ik ga ook geen spoilers geven zo meteen. Want ik ben blij dat ik de afleveringen nu allemaal heb teruggekeken. Omdat ik zeker weet dat ik anders spoilers had gehad. Ik weet nog wel dat het toen Pretty Little Liars keek. En dat toen net uit was wie E was. En dat het echt vol in mijn comments stond. Vond ik echt heel jammer. Om die reden deel ik ook vaak niet als ik een serie kijk. Omdat er toch altijd mensen zijn die dat willen verpesten of zo. Ook voor anderen. En dat vind ik altijd gewoon jammer. Dus ik verzoek je vriendelijk om niet in de comments te gaan zetten wie eruit is bij Expeditie Robinson. Voor de mensen die dit nog moeten terugkijken. Ook al is het al een week geleden. Nou, ik vond het maar een heftige aflevering, jongens. Ik heb er zelfs een traantje van moeten laten. Maar goed, ik ga mijn sloffen aandoen. De lekkerste sloffen ever, by the way. Ik ga lekker op mijn sloffen naar mijn broer toe. Dat is toch fantastisch? Dus, ik hoef geen jas aan, ik hoef helemaal niks. Alleen een kaarsje uit te branden, niet blazen. Ik ga naar Tom, want het is al 9:55 en ik wil niet al te laat gaan slapen. Omdat ik morgen ook nog dingen wil doen. En dus dat ga ik doen. En ik snap er echt niks van, hè. Maar die puist hier, lijkt maar echt gewoon niet weg te willen gaan. Ik denk dat ik er vanavond even tandpasta ga rammen. Ik hoop dat hij weggaat. Nou, ik ben echt maar heel even bij mijn broer geweest. We hebben alleen maar trailers zitten kijken. Ik ben altijd verplicht om trailers mee te kijken met mijn broer. Dan zegt hij, ja, ik heb een vet filmpje en laat hem iets zien. Laat hem ook video's zien die me echt totaal niet boeien. Maar dat is mijn broer. En we hebben ook oude vlogs zitten terugkijken. Eigenlijk doe ik het best wel vaak. Volgens mij doe ik echt veel meer dan een gemiddelde vlogger. Maar ik weet niet. Je hebt dan allemaal van die herinneringen. En bij mij staat het allemaal vast op beeld. En dat is dan leuk om terug te kijken. Zodat je dat hele gevoel er weer bij krijgt. Ik bedoel, dat is toch ook een beetje de reden waarom we vloggen, toch? Oh ja, Milan? Ja. Morgen komt André. Nou, morgen komt onze klusjeman. Worden eindelijk onze rolgordijnen opgehangen. Wordt mijn schilderij opgehangen. Met mijn hertkop. Echt heel grappig, want ik zag dat Dion echt exact hetzelfde schilderij heeft uitgekozen als ik. Die heb ik mogen uitkiezen bij Desneo. Desneo, ja. En die wordt morgen opgehangen, dus daar ben ik heel erg blij mee. En morgen komt ons dressoir. Dus ik ben super blij. Morgen is een leuke dag. Dus ik ga snel slapen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Welterusten. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei!